Terwijl de laatste feestgangers stilaan hun bed opzoeken, worden de medewerkers van Ivago vanmorgen met een groot applaus ontvangen aan het Gentse stadhuis. Om 7 uur vanmorgen kwamen een 100-tal inwoners van Gent en omstreken samen om een rondleiding te krijgen door de stad in het zog van het Ivago-personeel. Ze krijgen uitleg over hoe de afvalintercommunale te werk gaat om de stad schoon te houden tijdens de feesten. De wandeling kwam er ruim 10 jaar geleden op vraag van de Gentenaars zelf. En zij staan er dan ook graag vroeg voor op. Omdat het interessant is de Ivago-wandeling eens mee te maken. Hoe vervuild Gent 's morgens altijd ligt en wat die mensen allemaal moeten doen om het stad proper te houden. Je zou ervan versteld staan wat de mensen allemaal weggooien en achterlaten. Het is soms onbegrijpelijk. Overal staan vuilbakken, alles is voorzien, maar toch wordt alles op de grond gegooid. Ik doe dat wel graag een keer dat bekijken en doen, want wij als bestuurslid van Okra mogen hier plastic niet meer gebruiken. En als ik dan zie wat dat hier allemaal is van afval, er mogen nog vuilbakken staan, toch ligt er allemaal naast. In totaal staan zo'n 60 Ivago-medewerkers paraat om de Gentse straten op te ruimen na een nacht vol feest. Daarvoor werken ze in een ochtend- en avondploeg. De Gentse feesten zijn afgelopen jaren een stuk properder geworden door het invoeren van de herbruikbare bekers. Wat dus ook wil zeggen dat de hoeveelheid afval per bezoeker sterk is gedaald. Als we de cijfers van vorig jaar vergelijken met de cijfers van 2019, zien we in de totaliteit van afval een daling van ongeveer 10%. Als je dat gaat herrekenen naar het aantal bezoekers die er dan komen, want het aantal bezoekers neemt dan in het ene jaar ook wel wat toe ten opzichte van het andere, zien we eigenlijk een daling van bijna 42% per bezoeker, wat dat toch wel spectaculair is. Alleen al aan het applaus kan je horen dat het werk van de afvalophalers zeer geapprecieerd wordt. Maar ze worden ook aangesproken door voorbijgangers die hen een compliment geven. Voor het Ivago-personeel is het een goede drijfveer om zich 10 dagen lang extra hard in te zetten. Wel zeker. Vanmorgen komen wij hier toe. Alleen maar het hesje van Ivago dragen en iedereen komt naar je toe. En zelfs de mensen die al iets meer in het glaasje gekeken hebben, komen ook wel zeggen hoeveel appreciatie dat ze voor ons hebben. En dat merken wij ook wel als we vanuit communicatie acties doen. De reacties die wij krijgen zijn merendeel positief.